Het vrachtverkeer dat door Antwerpen rijdt zal de komende 18 jaar met haast 50% toenemen. Dat blijkt toch uit verkeersprognoses van de BAM. Die berekende hoeveel vrachtwagens er tegen 2020 en 2030 door de Liefkeshoek en de Oosterweeltunnels gaat rijden. Als de Oosterweelverbinding er komt, verwacht de BAM alvast heel veel trafiek. Bij het financiële model voor de Oosterweel, dat zo pas in een nieuw rapport is gegoten, zouden er in 2020 goed 13 miljoen vrachtwagens door de Liefkeshoek en de Oosterweeltunnels rijden. En zelfs 4 miljoen lichte vrachtwagens en dat jaar ook haast 7,5 miljoen personenwagens. 10 jaar later, in 2030 dus, zijn dat volgens de prognoses al haast 15 miljoen vrachtwagens over die Scheldekruising, 4,7 miljoen lichte vrachtwagens en 8,7 miljoen personenwagens. Ter vergelijking, nu rijden er nog maar 9,8 miljoen vrachtwagens over de ring en de Liefkeshoek. Heel veel extra verkeer dus, en dat is nodig om de tol te betalen en alles te financieren. Met de wagen betaal je 2,5 euro voor een Scheldekruising, lichte vrachtwagens betalen goed 16 euro en zware vrachtwagens liefst 19,5 euro. Nog altijd een stuk goedkoper dan de Westerschelde-tunnel, stellen ze bij BAM in hun onderzoeksrapport.